In een dal tussen de Limburgse heuvels ligt ten westen van het dorp Gulpen de grootste forellenkwekerij van ons land. Er is een tijd dat de vissen het hier bijzonder goed hebben. En heel gelukkigen bereiken soms verbluffende afmetingen. De forellen worden geregeld gevoerd. Maar op deze wijze gebeurt dat alleen om de toeristen te laten zien dat er in de vijvers wel degelijk vis zit. Voor die Zuid-Limburgse vakantiegangers, en vorig jaar kwamen er hier 140.000 kijken, is er nu een speciale hengelsportvijver aangelegd, waarin de liefhebbers op forel kunnen vissen. Geregeld wordt deze vis er in verschillende maten in uitgezet. In de 10.000 vierkante meter vijver kan iedereen tegen een kleine vergoeding net zoveel forel vangen als hij wil. En er zit zoveel vis dat zelfs miniatuurhengelaars de ene forel na de andere binnenhalen. Al levert dat laatste nog wel eens moeilijkheden op. Ja, en dan zal je altijd zien dat de vaklui er op zo'n dag niets van terecht brengen. Maar goed, de hengelaar die in Limburg op vakantie gaat, heeft voor zijn hobby nieuwe mogelijkheden gekregen.